en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, jullie hebben het gezien, de eerste video staat weer online. En ja, ik ben er even een maand tussen uit geweest. Het ging zoals jullie al in de vorige vlogs allemaal hebben kunnen zien. Ja, het ging even niet goed met mij. Ik had nogal vreselijke gezondheidsklachten. Ik voelde me eigenlijk echt niet lekker. En ja, ik heb even verplicht even rust moeten nemen. Dat is gewoon even nodig, was het eventjes. En inmiddels, zijn er een heleboel dingen gebeurd. Ik vind het aan de ene kant vind ik het ook niet zo heel erg meer. Maar ik wou het nog wel even vermelden, want het is niet een vrijbrief om daarom maar alles op te geven. In ieder geval zit het zo dat er zullen voorlopig minder kermisvlogs zijn. Er zullen minder kermisvlogs zijn, er zullen minder pretparkvideo's zijn. En dat heeft dus ook een beetje te maken met mijn gezondheid. Maar dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat er nogal heel veel mensen zijn. Die tegenwoordig ergens anders zijn. Het waarschijnlijk beter hebben of zo. En dat ze me daarom maar neer kunnen gooien. Als een stuk uit vel. Dan zal het wel weer lachen wezen. Want als het dan weer verkeerd gaat, dan komen ze altijd weer terug. Nou, zulke mensen hoeven in ieder geval niet meer bij mij terug te komen. Er zullen in ieder geval minder vlogs zijn. Als ik nu een vlog moet maken tegenwoordig, ik hoop dat dat enigszins wel weer een klein beetje gaat veranderen. Maar momenteel is gewoon het feit dat als ik een vlog moet maken, dat ik het in mijn uppie moet doen. Omdat er gewoon helemaal niemand meer is. De ene die gaat constant weg. Die zit in Zoetermeer constant. De andere die zit daar zo. De andere zit daar. De andere hebben een nieuwe vriendin gekregen. En als je een nieuwe vriendin krijgt, anno jaren 2000. Ja, als je een nieuwe vriendin krijgt, dan kan je gewoon iedereen laten stikken. Zo is het eigenlijk een beetje. Dan vind ik dat zoiets van, joh, als je beter kan, zoek het dan lekker uit en ga dan lekker zelf, voor mij dan niet meer lastig, maar kom dan ook niet terug als het weer even slecht gaat. Maar goed, al die dingen, dat mensen een vriendin krijgen, mensen geen tijd hebben voor je, mensen andere dingen belangrijker ineens vinden dan mij. Ja, dat heeft er ook allemaal een beetje mee te maken met de vlogs. Want ik zit nu wel met de vlogs, heb ik een probleem. Want ja, er is bijna niemand meer. En als ik een vlog alleen moet opnemen, ja, dan is dat toch minder leuk. Is het toch minder leuk om dat te doen. En als het dan nog een wandelvlog is of zo, dan vind ik het nog niet zo heel erg. Maar ik ga niet bijvoorbeeld een uur rijden of anderhalf uur rijden naar een kermis toe. En dat ik alleen op een kermis een video moet op gaan nemen. Of dat ik een uur moet rijden om alleen naar de Efteling te gaan, om daar alleen een Efteling vlog op te nemen. Nee, zo zit dat niet in elkaar. Iedereen moet natuurlijk vrij zijn keuze hebben. Iedereen moet weten wat hij zelf doet. Maar dan hoef je van mij ook helemaal niks meer te verwachten. Dus het is of een beetje schipperen, of het is gewoon echt helemaal niks meer. En het is ook trouwens een hele rare reden dat als je het ergens anders ineens beter hebt, om dan te zeggen van joh, ik heb je niet meer nodig. Dat wordt dan nog niet echt zo echt heel erg gezegd, wordt dat. Maar ja, daar krijg ik wel het gevoel van. Het gevoel van, ik heb je nou niet meer nodig. Rot me lekker op, zoek het me lekker uit. En als ik je weer nodig heb, dan roep ik je wel weer. Nou ja, zo zit het niet in elkaar. Zo heb ik nooit eigenlijk in elkaar gezeten. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk vlogs weer op te nemen. Ik heb er toevallig
heb ik er afgelopen weekend heb ik er wel eentje weer gemaakt. Dat is een hele leuke vlog geworden. Dat is met Joost en met Ramon. Wat het is, ga ik nog niet vertellen. Maar die vlog die kunnen jullie binnenkort zien op mijn kanaal. Ja, ik ben tegenwoordig heel veel hiermee bezig. Minecraft, daar ben ik maar mee bezig. Want ja, als er niemand is, is het ook niet zo leuk meer om een video op te nemen. Dus ja, iedereen moet doen waar hij zelf zin in hebt. Maar ik mag dan ook doen waar ik zelf zin in heb. En dan gewoon zeggen van joh, ja, ik was eerst niet goed genoeg. Dan ben ik nou ook niet goed genoeg meer. Zoek het maar lekker uit. Bekijk het maar lekker. Ik heb jou niet nodig. Ik heb trouwens niemand nodig. Maar ja, met vlogs opnemen, ja, is het wel leuker om met meerdere mensen een vlog op te nemen. En als nooit iemand tijd hebt, nooit iemand zin hebt. Ik heb ook echt serieus erover na zitten denken om mijn Efteling abonnement op te zeggen. Want ja, als ik toch niet meer naar de Efteling ga, het is nu al, ja, het is nu al, al mei is het nu al. Ja, dat is al 5 maanden. En in die 5 maanden ben ik ja, nog geen ene keer naar de Efteling geweest. Nou, daar ga ik geen abonnement voor nemen. Mensen waar je probeert, of waar je dacht, waar je op kan bouwen, niet thuisgeven. Ja, nou ja, dat is jammer. Maar dan ga ik ook mijn abonnement niet meer verlengen. Want ik ga natuurlijk niet betalen voor iets waar ik niet naartoe ga. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik dus niet meer zoveel vlogs maak. Ja, de zin is ook weg. Ik had er ook echt helemaal totaal geen zin meer in om vlogs te maken. Want ja, je doet het toch nooit goed. Dus ja, dan heb ik zoiets van, ja, als je dan alles alleen moet doen, dan is ook de lol wel een beetje heel erg eraf. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaaltje wat ik eigenlijk nog even kwijt wou. De vlog die ik afgelopen weekend gemaakt heb, ga ik proberen zo snel mogelijk online te zetten. Dat die ook wel weer online is. Niet dat er weer, net als bij de finals vlog, dat er 2, 3, 4 weken tussen zitten. Dus ik ga proberen zo snel mogelijk die vlog online te zetten. En dan kunnen jullie die zien. In ieder geval, dit was even mijn praatje. Dat wou ik toch nog heel eventjes kwijt. Wou ik dat. Ja, ik heb geen namen genoemd. Dat vind ik altijd heel erg onsportief. En niet eerlijk. En ja, vind ik gewoon niet netjes. Vind ik dat. Dus ik heb geen namen genoemd. Maar ja. Wie de schoen past, trek hem aan. Dat is het enige wat ik eigenlijk erover wil zeggen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Like deze video. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. En natuurlijk even abonneren natuurlijk. En dan spreek ik jullie gauw weer bij de volgende vlog op mijn kanaal. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.